content met die opening in Oostende. Ik had dat helemaal niet verwacht, want ja, die van Jan Verheyen is af en die van Stijn Konings. En ja, wij doen de opening. En het is een cadeau, geloof ik, voor een geestige komedie. Ja. Als ik normaal naar première ga, nu niet van mezelf, en ik zie een rode loper, dan loop ik zo ongeveer 50 meter en dan omzeil ik, probeer ik alles te omzeilen. Ja? Tot zelf dat ik dacht van, ik ga dat toch niet meer doen zo na première. Dus ik sta er niet echt op te wachten, zo, op die grote momenten. Ik heb, op dat vlak ben ik zelfs een beetje massaschuw. Zo. Ja, ja. Dus dat vergt een inspanning voor jou? Dat vergt zeker een inspanning, ja, ja. Dat is zo. Ja. 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 Maar anderzijds wel een eer dat je er mag staan en mag openen? Of? Goh, ik denk dat het een openingsfilm in Oostende, dat is natuurlijk niet mis. Dat is wel zo, hè. Dat is echt wel een cadeau, dat klopt. Dus dat natuurlijk wel. Maar dat, bedoel, ze kunnen de film zien zonder mijn aanwezigheid ook. Maar ik neem die verantwoordelijkheid dan wel als ze mij dat vragen. Je moet dat, bedoel, dat hoort, part of the game. Ja, dat ja. Is, natuurlijk, ja, ik ben al een beetje ouder, dus je relativeert dat wel wat, hè? Dat soort, wat er daarbij komt kijken. Ja, nee, dat is, kijk, ik vind dat alleen maar nuttig in functie van het feit dat die film aandacht krijgt en dat ons werk aandacht krijgt en dat er mensen gaan komen kijken. Dat is het belangrijkste. Of ik nu over een rode loop of niet, dat maakt mij eigenlijk niet uit, maar ik ben er wel graag bij. Ik vind het wel fijn om te ervaren hoe die film ervaren wordt door een ander publiek en ook ja, hoe dat onthaald wordt. Ik ben heel, heel benieuwd en ik hoop dat dat allemaal wel goed lukt, dat de mensen massaal komen kijken natuurlijk. Hè. Première in Oostende? Zonder mij. Je bent er niet bij? Nee. Kom aan, niet. Het grote Vlaamse filmfeest. Ja, maar nee, ik kan niet. Ik ben aan het filmen ook. Dus, en ik, het gaat gewoon niet. Vrijdag, zaterdag en zondag moet ik filmen en vroeg opstaan. En ik zag dat niet zitten om gewoon echt alleen maar over het weer te gaan, om een ster te gaan ontbloten. Dat vond ik een beetje, ik dacht, die kerk van de ijdelheid ga ik aan mij laten voorbijgaan. Was je er graag bij geweest of was het zoiets van, oef, ik moet niet? Ja, wel, het is te zeggen, ik moet nu eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n première beest. Dat is alleen als ik, maar ik zou er sowieso naartoe gegaan zijn als ik enigszins had gekund natuurlijk. Uit loyaliteit, ik vind dat zeer arrogant en je kunt het niet maken om daar niet naartoe te gaan. Maar door het feit dat het nu door herkracht niet ging, was ik er ook niet rauwig om ofzo. Dus ik heb de verschillende partijen hebben met elkaar daar, denk ik, allee, die hebben daarover onderhandeld om te zien op welke manier dat ze mijn draaischema toch konden zo licht mogelijk maken dat ik uiteindelijk desnoods met de helikopter kon overgevlogen worden. Nu, had die helikopter gelukt, dan had ik het ook wel eens spannend gevonden ofzo. Maar ja, omdat het over een... Ik zou in die reeks trouwen, dus ik ben gewoon in al die scènes veel aanwezig. Ze konden mijn draaischema echt niet zo licht maken dat ik op een relaxe manier naar Oostende kon afreizen. Ja. En ja, kijk, dan is dat zo. Nee, ik zeg het, we hebben niemand moeten omkopen. We hebben een geweldige cadeau gekregen, denk ik, daar met die selectie en die opening. Meer nieuws over de Belgische avant-premières kunt u terecht op cinevox.be. En misschien wint u er wel een gratis ticket. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.